er was wel wat anders. Iets ongelooflijks. Iets wat zo enorm vervelend is. Kijk dit. Ik ben heel benieuwd of het lekker is. Calvin, als het echt vies is, dan ga je het dus nu horen. Yo, welkom bij weer een nieuwe video van Project 24. Mijn naam is Barend en in 2024 ga ik het beste jaar van mijn leven ooit hebben. En daar help jij aan mee door het kijken van deze video's. Nou, hoe leuk is dat? Ik heb gelijk een leuk nieuwtje. Deze week? Huh? Vorige week hadden wij 500 abonnees gehaald. En deze week zitten wij al op 597. Holy moly, gewoon bijna 100 abonnees erbij in een week. Insane. Dus dat is echt helemaal top. Dat is echt super nice. Op naar de 1000 zou ik zeggen. Maar ik heb net een nieuwe video geüpload. Hij staat helemaal klaar. Hele leuke video geworden. Dus dat is de video van gisteren. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan even hier zo. Maar nu is het tijd om lekker te gaan lunchen. En het is het einde van de week. Dus ik ga eventjes een heerlijk broodje maken. Let op. Het wordt toch een bruin broodje. Ik zei net nog helemaal, het is einde van de week. Ik ga wat lekkers maken, maar bruin broodje met appelstroop. Nou, gezonder kan bijna niet, toch? Bruin broodje, geen pistoletje, geen wit pistoletje. Nee. Een bruin broodje, ja. Mijn aanrader. En dan heb ik nog een eitje aan het koken. Nou, dat wordt vast lekker. En wat wil jij, Nora? Wat wil jij nou weer? Dit doet ze altijd, dan gaat ze een rondje lopen. Ja, dat is... Als we er dan aankomen, dan gaat ze weglopen van de deur, maar ze wil naar buiten. Hé, liefie? Oké, nou, Nora naar buiten. Oh, de deur zit op slot. Hoppakee. Doei, Nora, doei. Dag. Even kijken, wat gaat ze doen? Oké, de emmer. Nou, dus ik ga even snel lekker een broodje maken. Zo, de broodjes die zijn lekker op. Ik heb heerlijk gegeten. Toch wel lekkerder dan verwacht eigenlijk. Vooral de appelstroop, deze die we hadden, was echt heel erg goed. Dat ga ik wel vaker nemen. En ik had dat niet verwacht, want ik had hiervoor een andere appelstroop en die vond ik eigenlijk niet helemaal lekker. Sterker nog, die vond ik eigenlijk best wel vies. Maar deze was echt heel erg lekker. Dus die ga ik zeker vaker eten. Maar er was wel wat anders. Iets ongelooflijks. Iets... wat zo enorm vervelend is. Kijk dit. Oké, wacht. Hier ga je het niet zien, maar de pindakaas is op. Dus dat wordt eventjes naar de winkel. Zo, en ik ga even lekker lopen naar de winkel. Want met pijn in je onderrug is lopen wel een van de betere dingen die je kan doen. Gelukkig valt het al wel weer een stuk mee vergeleken gisteravond en vanochtend. Dus we gaan zo meteen, als ik thuis ben, gaan we nog even lekker een kopje koffie drinken. En dan gaan we denk ik al gewoon door met naar de sportschool gaan. Dus dat wordt ook sowieso wel weer even lekker. Vandaag is het chest day. En ik had gisteren zoveel zin om gewoon die chest te pompen, maar... hey, never skip leg day. Maar we gaan eventjes dus pindakaas halen. En ook nog even wat lekkers om te proberen. Haha, pindakaas. Maar er kan er maar één de goede zijn. En dat is toch wel deze, hoor. Hey, fok jou als jij niet deze neemt. Echt, alle haters. Deze ook nog in de afprijzing ook. Hier, bam. 2 voor 5 euro, hatsee. Die nemen we lekker mee, hatsee. Maar ik hoorde laatst, hoorde ik veel mensen praten over dit. 100%. Pindakaas. Maar ik kan misschien ook combineren. Misschien dat ik dit dan wel goed ga proberen. Hè? Misschien is het wel veel lekkerder. Ik heb nog nooit namelijk andere pindakaas gehad dan deze. Oké, scrap alles wat ik zei in het begin. Ik ga dit proberen. Gewoon pindakaas. Ik ben heel benieuwd. Nou, we gaan het gewoon doen. Ook had ik wat anders gehaald om te reviewen. Ja, en ik heb dus wat lekkers uitgekozen. En dat is dit keer dus Charlie's. Misschien ken je dit wel. Dit is namelijk van Calvin, hier deze gast. En het is sowieso wel lachen om iets te proberen wat van een YouTuber is. Sowieso vind ik het altijd wel gaaf dat YouTubers een product weten te verzinnen. En dan ook dat je dat gewoon in je supermarkt kan kopen. Er zitten geen slechte dingen in. Koolzuurhoudend water, biologische frambozenpuree... biologische limoensap, natuurlijke frambozenaroma. En verder geen gekke suikers, geen sweeteners, dingen. Dus daar ben ik sowieso een fan van. Want nou ja, dat is gewoon allemaal echt grote shit. Er zitten hier 8 calorieën in per blikje. Dus nou, als je wilt afvallen, dan is dit een goed drankje om te drinken. Ik ben heel benieuwd of het lekker is, Calvin. Als het echt vies is, dan ga je het dus nu horen. Zo. Het ruikt een beetje... het ruikt heel erg in de verte naar, zeg maar, zo'n super zoet drankje. Nou, ik ga gewoon een slokje nemen. Oh. Huh? Hmm.
Oké. Het is best prima, eigenlijk. Wat ik heel erg merk is dat een koolzuurhoudend water, daar zit een bepaalde smaak aan. Die smaak is nog wel echt heel erg aanwezig. En je proeft dan ook niet heel erg de raspberry en lime. Die smaak zit wel op de afdronk. Dus als je het hebt doorgeslikt, dan krijg je wel ineens die smaakervaring. En raspberry en lime, ja, dat is wel een goede combinatie om heel erg te zijn. Ik denk dat dit in de zomer wel echt heel erg lekker kan zijn. Dorslessend. Ja, het is op zich, het is best wel lekker. Ik vind alleen jammer dat de koolzuursmaakje zo heel erg aanwezig is. Maar voor de rest, echt gewoon een decent drankje. Ik ben echt blij ook dat steeds meer mensen en bedrijven daar heel erg mee bezig zijn. Om toch wel weer wat gezondere dingen te maken. Want ja, goed. Ik vind het ook heel grappig. En ik heb het hier gisteren toevallig ook nog over gehad. Hoe dom eigenlijk, maar ook hoe makkelijk. En ik ga niet wijzen, want ik doe het zelf ook hoor. Maar we eigenlijk gewoon oprechte shit tot ons in. Nemen. Terwijl we weten, het is heel slecht voor je, maar het smaakt goed, dus ik weet niet. Ik doe er zelf ook net zo hard aan mee hoor, want bijvoorbeeld ik neem ook koekjes en ook daar zitten veel te veel suikers in en allemaal dat soort dingen, maar ik vind het gewoon wel bizar of zo dat we daar zo, ja, eigenlijk een soort van laks in zijn. En ik weet niet, ja, dat is het meer. Ik amaze me er gewoon over van, ja, oké. Maar dan vind ik dit soort dingen, waarvan ik sowieso weet, dit is helemaal goed voor je en het smaakt gewoon prima. Ja, dat vind ik dan alleen maar fijner. Dat maakt het dan wel weer nog lekkerder of zo. Ik zou dit een 8 geven voor het feit dat er dus oprecht niks slechts in zit. Je hebt gewoon wel een lekker smaakje. Ik ga deze nu lekker opdrinken. Dan ga ik me voorbereiden om lekker te gaan sporten. Want vandaag is het chest day. Boom, het is chest day vandaag. Ik zit nu in de decline. Decline press. Het gaat niet zo heel lekker vandaag, helaas. Ik weet niet, zit er niet helemaal lekker in. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon deze afmaken. Door naar de triceps. En weet je, gewoon gaan is in ieder geval weer een stapje dichterbij. Volgende workout gaat weer beter. En op zich zit ik op wel PR's, dus dat gaat wel oké. Gewoon wat decent. Zo, moet je kijken. Een dikke vette kapsalon met wat chicken strips. Je hebt lekker kipsatéetje. Ja, heel simpel. Ja, je had zin in simpel vandaag. Nou, ik had dus even gekeken op die food app. En ik zit hier al bijna met dit, al op de helft van mijn dagelijkse calorieën. Over de helft zelfs als ik dit eet. Maar dan moet ik wel zeggen dat de rest... Ik dacht dus dat in appelstroop veel calorieën zaten. 40 calorieën maar op gewoon heel broodsmeer. Nou, dat is helemaal niks. Dus dat is helemaal niet handig voor mij om veel te eten. Niet met kaas. Nee. Met kaas? Ja. Oh, is dat lekker kaas en appelstroop? Oh, oké. Dat is heel ouderwets. Nou goed, hier zitten in ieder geval genoeg calorieën in. Dus dit ga ik lekker even opeten. Boch. En dat heeft zeker gesmaakt. Zo, die kapsalon die was echt heerlijk. Ik heb denk ik nog nooit letterlijk zoveel kapsalon gegeten als vanavond. Ja, nieuw record. Ik weet ook niet of dat heel goed is hoor. Maar ja, goed. Ik ben nog steeds bezig met aankomen. En dan moeten alle calorieën moeten binnenkomen. Ja, en dan werkt het zeker mee. Niet de beste calorieën. Je kan ook wel lekker zien. We hebben een dikke vette puist erbij. En deze letterlijk komt dit door de kapsalon. Het is echt bizar hoe snel dat gaat. Ik voelde hem al wel een klein beetje zitten. Maar als ik dan zoiets als een kapsalon of gewoon iets vets of McDonald's weet ik veel. Al die zooi als ik dat dan eet. Die puisten die komen instant. Echt bah. Toen ben ik lekker gaan streamen. En de stream was gewoon weer gezellig. Ik vind het nog steeds heel erg leuk om te streamen. En ondanks dat het dan vorige week even wat minder ging, ging het deze week alweer een stuk beter. En ik moet wel zeggen dat er zit een soort van druk op voor mijn gevoel. En die druk, dat is nou ja, niet echt een gezonde druk. Ik ben heel erg aan het opletten of die druk niet te groot wordt. Want nou ja, op zich moet ik wel zeggen dat ik deze week heb gestreamd op momenten dat ik kan streamen. Doordat ik nu wat nieuwe freelance kansen krijg. Ja, denk ik wel dat dat iets minder wordt. Maar goed, tijdens het freelancer verdien ik ook. Ja, ik moet ook gewoon serieus slim blijven omgaan met de tijd die ik heb. Want ja, je gebruikt maar zoveel uur per dag natuurlijk. Ik zit trouwens nu hier alvast klaar om mijn rek- en strek oefeningen en nog wel even wat buikspieroefeningen te doen. Dus die ga je nu hier zien. Ja, kijk, we zijn weer lekker bezig. En ik moet zeggen, het gaat ook wel echt steeds beter. En ik ben ook wel weer wat nieuwe dingen aan het kijken over het fitnessen. En waaronder ook buikspieroefeningen. Dus ja, daar krijg ik gewoon weer inspiratie van. En daardoor leer ik het nog steeds maar weer beter te doen en hopelijk groeit het dan ook sneller. Al moet ik wel zeggen dat er zeker verbetering te zien is ook in de buikspieren als ik het goed aanspan in ieder geval. Het is nog niet precies wat ik wil, maar ja goed, hè, die sixpack die gaat er echt wel komen. Het heeft natuurlijk ook te maken met omdat ik dus nu zoveel eet en ook best wel vet eet, heb ik best wel een laagje vet opgebouwd natuurlijk. Dus die moet ik er weer eerst gaan aftrainen. Nou,
dat wordt nog een heel ding. Vind ik interessant om even eens mee bezig te zijn. Want het is voor mij nu voor het eerst dat ik echt zo bezig ben met mijn lichamelijke groei. Eigenlijk altijd wel gewild, maar nooit echt serieus aangepakt. En dit is al voor het eerst in mijn leven dat ik dat dus echt zodanig serieus aanpak. Wat ik wel interessant vind. Maar ik moet wel zeggen dat ik het ook heel erg leuk vind nu de laatste paar dagen. Ondanks dat die video's toch wel minder worden bekeken. Zoals de video met mijn buurjongetje. En zo eigenlijk sowieso in het algemeen worden de vlogs waarbij ik gewoon thuis ben en gewoon mijn dagelijkse dingen doe, minder bekeken. Wat ik ook alweer begrijp. Maar ook alweer jammer vind. Want dat zijn video's die ik ook leuk vind om te maken. Want ik probeer wel mijn best te doen om er een soort van, ja, om het toch nog wel leuk te houden. Ondanks dat het eigenlijk niet heel erg veel heeft. Zoals vandaag ook. Was niet de meest productieve dag of meest speciale dag. Maar ik vind het nog steeds super leuk om te doen. Dus ik hoop ook wel dat, zeg maar, als je het leuk vindt om te zien, dat je dat ook kan laten zien met een likey en een reactie natuurlijk. Dat wordt gewoon enorm gewaardeerd. Als ik kijk naar die hele grote. Bijvoorbeeld een Don de Jong, Gio. Ja, Don is dan misschien nu geen goed of voorbeeld. Maar Gio en Enzo Knol, de dagelijkse vloggers. Die hebben wel gewoon steady echt een hele hoop kijkers. En als ik het nou even heel erg downscale naar mij, zitten wij toch al wel op wel 100 kijkers per dag die elke dag kijken. Dus ben jij nou een van de 100 kijkers? Dankjewel. Superleuk dat jij erbij bent. Je bent bij het begin. Bij het begin van hopelijk ooit 100.000. Dat zou in ieder geval een droom zijn die uit zou komen. En ik moet wel zeggen, er zijn wel kansen nu. Maar daar gaan we volgende week gaan we er meer over hebben. Ik heb in ieder geval enorm genoten van deze week. Ik heb het leuk gehad. Ik heb weer leuke dingen meegemaakt. We hebben weer nieuwe dingen geleerd. Oh, en ik heb echt super veel zin in het weekend. Want dit weekend is dus de Robo Games in Roosendaal. Wat echt super vet wordt. Dan ga je maandag alles overzien. Ik ga nog eventjes kijken hoe ik het allemaal ga doen, maar dat is een zorg voor mij. Een zorg voor jou is dat je dus, wat ik net zei, like en abonneren al hebben gedaan. En dan zit er nog maar één ding op en dan is het tot volgende week. Later.